did it my way. Oh no, no, not me. I did it my way. De laatste club, ontiegelijk ontzaggelijk. En weer met z'n tweeën. Ja, inderdaad. Vanavond toevallig wel, maar er zijn er al meerdere geweest. Dus die hebben we niet helemaal met z'n tweeën gemaakt. Gelukkig, ook niet schel. Jazeker. Ik ben er blij mee. Hey, thema dit jaar, Bas. We doen het over de Hollandse meesters van weleer. En de Hollandse meesters zijn eigenlijk schilders uit de Renaissance. Maar we hebben ook bijvoorbeeld Brood genomen, dat is hierachter staat. En Van Gogh hebben we genomen. Goed. En Mondriaan en Vermeer, Johannes Vermeer. Die hebben grote schilderijen van gemaakt. En ja, verder allemaal schilders met kwasten en met potten verf. Trekzang komt een groot schilderij. En dan lopen de dames, die lopen met een lijst rond. Net of ze een middeleeuws, of nee, een gouden eeuw schilderij zijn. Hebben de andere wagens ook bekeken? Ja, en het is moeilijk te zeggen dit jaar allemaal. Ze zijn dicht bij elkaar, denk ik. Heel dicht bij elkaar. I did it my way. Wat denken jullie nou met deze wagen? Op welke plaats zijn jullie dit jaar willen eindigen? Het is een 14e plaats. En er hoort een kleine tekst en uitleg bij. Nou ja, een aantal jaren geleden, toen dachten wij, niet alleen wij, maar ook met andere mensen dachten van die komen hoog en die komen de top 10. En toen werden we 14e. En dat was nogal een domper. Maar ja, we volkomen terecht natuurlijk, naar de hand. We hebben te veel clubjes in het Moesland en te weinig bouwschuurtjes. Ja. Laardig al. Nou, ik weet jouw vraag eigenlijk. Oh, vertel eens. Met welke club jullie zouden willen fuseren? Dat is jouw vraag. Dat klopt, ja. Wurm-Durm. Is dat zo, Bas? Ja, Wurm-Durm die bouwen nou ook niet. Die hebben geen bouwschuur. En Durm? Nee. En er zijn al een paar mee komen helpen. Net Stijn Albers, die is in het begin heel veel mee komen bouwen. B&A People zijn al geweest. Zijn ja, al B&A People. Daar zag ik net op de wagen. Waar is daar B&A? Dat zijn de plaatselijke Polen. Bart en Eppo People zijn dat. Bart en Eppo People? Ja, en daarom hebben we ook al gevraagd. Misschien dat ze volgend jaar met ons mee willen doen. Nog een klein vraagje. Als jullie iemand mochten nomineren voor een onderscheiding. Ja. Wie zou jullie dan willen nomineren? Ja, ik vind eigenlijk gewoon alle fanatieke bouwers vind ik dat die allemaal een applausje verdienen. En dat zijn de mensen die de carnaval maken, vind ik. Kun je ook een naam noemen? Of? Schelly, ja. Een hele goede naam. Dat vind ik inderdaad. Dat vind ik Bas natuurlijk. Ja, nou, dat toch wel. Dat vind ik ook.
van Ziet. Achtste plaats met start nummer 9, carnavalsvereniging. Wij konden hem vanaf de Prinsenwagen net zien. Die man die zoveel doet voor het Bosland, voor zijn clubje. En hij bouwt en hij shout. En dan ziet hij niks van de optocht. We hadden het mooi gedaan. De dames zagen er heel mooi uit. Mooie schilderijlijsten. Martje, toch meelopen, hè? Ja, ze kan het niet laten. Heel mooi, dankjewel en gefeliciteerd met jullie achtste plaats. Carnavalsvereniging, al diegelijk ontzaggelijk. Dus veel plezier. Allah. En natuurlijk bedankt ook Klaar en Klaas in de schuur. Dank.